De ijzige kometen bevinden zich op 160 lichtjaar van de aarde en cirkelen rond een ster die qua massa aardig in de buurt komt van onze zon. Astronomen richten hun pijlen voor dit onderzoek op de ster HD 181.327. Deze ster is zeker in vergelijking met ons 4,6 miljard jaar oude zonnestelsel vrij jong, 23 miljoen jaar oud. De ster wordt omringd door een stofschijf die waarschijnlijk ontstaan is door botsingen tussen hemellichamen. Aangenomen wordt dat rond de ster ook planeten te vinden zijn, maar de technologie van dit moment stelt ons nog niet in staat om deze waar te nemen. Koolstofmonoxidegas om te achterhalen of rond de ster ook kometen te vinden zijn, gebruikten de onderzoekers het Atacama Large Millimeter Array, AMA. Het observatorium detecteerde rond de ster kleine hoeveelheden koolstofmonoxidegas, een gas dat vrijkomt tijdens de botsingen die leiden tot de totstandkoming van de stofring van HD 181327. De hoeveelheid koolstofmonoxidegas komt keurig overeen met de hoeveelheid koolstofmonoxidegas in kometen in ons eigen zonnestelsel. In het blauwe ring van kometen rond HD 181.327. De witte lijntjes die tussen de blauwe ring en ster getekend zijn laten de omvang van onze eigen Kuipergordel zien. Afbeelding, Amanda Smith's University of Cambridge. Indrukwekkend, eerder ontdekten onderzoekers al koolstofmonoxidegas rond sterren die vele malen zwaarder zijn dan onze zon. Het is echter voor het eerst dat rond een zonachtige ster HD 181.327 heeft een massa die slechts 30% groter is dan de massa van de zon koolstofmonoxidegas is aangetroffen. Het is een indrukwekkende ontdekking. De hoeveelheid gas die we hebben gedetecteerd komt overeen met een 200 kilometer grote ijsbal, wat heel indrukwekkend is als je bedekt hoe ver weg de ster is, stelt onderzoeker Luca Matra. De ontdekking is belangrijk, omdat deze ons meer kan vertellen over de evolutie van ons eigen zonnestelsel en het ontstaan van leven op aarde. Aangenomen wordt dat de aarde in haar jonge jaren weinig te bieden had. Pas nadat kometen op aarde insloegen en water en andere belangrijke elementen met zich meebrengen, werd het een plaats waar leven kon ontstaan en gedijen. Omdat de jonge ster HD 181.327 en omgeving wel wat weg heeft van hoe ons zonnestelsel er in zijn jonge jaren uitzag, kunnen we door deze ster te bestuderen als het ware een blik werpen op hoe ons jonge zonnestelsel in elkaar stak.